We hebben gewoon kinderen, jongeren, vanuit Brokopondo bijgebracht hoe een zonne-energiesysteem werkt. Heel praktisch, omdat u weet in het binnenland 80% van de mensen hebben geen adequate stroomvoorziening. Dus voor deze jonge mensen is het een eye-opener om te zien dat er wel een mogelijkheid is middels zonne-energie. Ik heb wel vaker jongeren getraind, kinderen. Ik heb honderden mensen getraind in Suriname. Dus dit is iets dat ik gewoon vaker doe. Dit is iets dat ik gewoon terug doe naar die gemeenschap. Ik vond het heel interactief, maar dat heb ik over het algemeen wel. Omdat wij proberen om op hun niveau ze te leren hoe je eigenlijk een klein zonne-energiesysteem in elkaar zet. Ik heb gemerkt dat ze heel actief zijn. Ik heb ook gemerkt dat ze heel intelligent zijn. Ik heb ook gemerkt dat ze dingen makkelijk kunnen herkennen. Dus, en het was voor hun eigenlijk een soort plezier. Ze hebben zelf ook uiteindelijk, als ik kijk naar de participatie, een wedstrijd ervan gemaakt. Jongens tegen meisjes, wie kan eerst een zonne-energiesysteem in elkaar zetten. Dus voor mij was het heel prettig. Ik hou van dit soort dingen. Dus het was heel interactief. Dit is wat ik graag doe, ook voor jonge mensen. Omdat ik geloof dat als je jonge mensen wil ontwikkelen, je ze moet impregneren, kan je zeggen, met informatie. Dus wat het mij betreft, zou ik elke week ook willen leren. Maar ja, je moet ook tijd ervoor hebben en de middelen moeten ook beschikbaar zijn. Ja. Ik heb geleerd hoe om te gaan met licht.